Je zegt Theo Bos, wat neem je bijvoorbeeld van hem mee? Gewoon normaal doen. Een keer uitwerken. Lekker dat je weer bent begonnen met de On21, of niet? Ja, zeker. Het is altijd lekker om weer te beginnen met die jongens. En weer een tweede mooie seizoen zou mogen hebben. Ja, laten we beginnen met hoe gaat het met de On21 dit seizoen? Goed. Als ik kijk van, naar het presteren. Zijn we vierde geëindigd. Eerste seizoen zelf. Dus dat is uitstekend. Lang meegedaan om te promoveren. Op het laatste helaas afgehaakt. Maar desondanks wel heel tevreden over de jongens. Ook over de ontwikkeling van de jongens. Toch weer met Kaya die in de winterstop is aangesloten bij het eerste elftal. Mee op trainingskamp te gaan. Dus die twee dingen hebben we weer bereikt in het eerste seizoen zelf. Ja, je hebt het over ontwikkeling bijvoorbeeld. Je staat dan sinds het begin aan het roer van de On21. Wat is dan bijvoorbeeld wat zijn de ontwikkelpunten die jij dan bijvoorbeeld ziet in je ploeg? Nou, met name dat die jongens persoonlijk ontwikkelen. Wij bereiden ze voor op alle facetten. Natuurlijk hebben die jongens zelf daar ook een hele belangrijke stempel in van hoe ze daarmee omgaan en wat ze ervoor doen. Ja, om uiteindelijk toch het eerste elftal te halen. En wij moeten ze op dat niveau brengen om, als ze daar mogen trainen, dat ze fit zijn en dat ze het niveau aankunnen. Nou, we zijn een hele hechte ploeg. De jongens willen keihard werken voor elkaar. Dus we zijn ook echt een team. Maar dat hebben we ook nodig. Als ik kijk naar het presteren. We moeten heel hard werken ervoor. En ja, dat kan ik maar aan die jongens overlaten. En dan kunnen ze zijn eigen wedstrijden winnen. En dan kunnen ze boven kunnen spelen. Ja, een hecht team zeg je. Is dat dan ook de hand van de trainer? Nou, ik ben een trainer wat ik zeg, een team. Ik ben echt een teamplayer. En ik hou gewoon van keihard werken. Het maximale eruit halen wat in je zit. En dat begint vaak bij mezelf en dat over te brengen naar spelers. En ik ben wel iemand die heel veel contact heb met mijn spelers, dat ook heel belangrijk vind. Want uiteindelijk kom je weer op het teambelang dan en je moet met iedereen bezig zijn. Wat voor heb jij ook een voorbeeld als trainer waar jij jezelf aan spiegelt? Iedereen weet natuurlijk dat mijn inspiratiebron Theo Bos is. Uiteraard, maar ik heb met heel veel trainers mogen werken, als speler zijnde, maar ook zeker als trainer zijnde. En van elke trainer heb ik wel wat opgepikt, waardoor ik mezelf blijf ontwikkelen en elke keer weer voor nieuwe dingen kwam te staan. En dat mag ik nu zelf uitdragen. Ja, je zegt Theo Bos, wat neem je bijvoorbeeld van hem mee? Gewoon normaal doen, een keer uitwerken. En voor jou persoonlijk ga jij natuurlijk ook een mooie stap zetten, want je begint aan de cursus betaald voetbal. Hoe is dat voor jou? Je kan wel zeggen een droom. Als ik kijk van waar ik ben begonnen als voetballer zijnde, dat ik altijd een droom had om betaald voetballer te worden. Heb ik mogen meemaken. Toen in het begin in mijn trainerscarrière had ik nog zoiets, wat wil ik gaan doen. Uiteindelijk alle jeugdelftallen doorlopen. Heel veel als assistent, moet ik zeggen. En daarvoor heb ik ook met heel veel trainers mogen werken. En uiteindelijk voor mezelf dat ik klaar was voor hoofdtrainerschap. Doordat ik op de cursus ben gekomen, ja, dat is wel een droom van me. En ik heb er drie jaar over moeten doen. En dat is ook heel goed voor me geweest, ook voor mijn eigen ontwikkeling daarin. Ja, en ik hoop hem nou dit jaar te gaan beginnen en een mooi einde te geven. Laten we het toch nog even over de On21 hebben. Wanneer ben jij tevreden aan het eind van het seizoen? Als we gewoon het maximale eruit halen wat in ieder zit. En dat begint bij de trainers. Dat over te brengen naar de spelers. En net zoals het eerste seizoen zelf, dat we keihard moeten werken ervoor. En dat we sowieso in de competitie blijven. Dat is ook gewoon de doelstelling van ons. Ambitie is om te promoveren natuurlijk altijd, het hoogst haalbare. Dat was ik ook als speler, en zeker als trainer. Maar uiteindelijk ontwikkeling van spelers, als ze straks in het eerste elftal spelen hier, of ergens hun debuut maken in het betaald voetbal, dan ben ik ook een trots mens.